Smit kreeg in november vorig jaar uit het niets een e-mail van de raad van commissarissen van FC Volendam. Daarin werd hem medegedeeld dat het voltallige bestuur van de club de volgende dag ontslagen zou worden. Op Instagram haalde Jan Smit genadeloos uit. Nadat eerder dit jaar mijn vriend, gedroomd vicevoorzitter, en mede-grondlegger van ambitieuze hervormingen, Keje Molenaar, al publiekelijk door de RVC werd geëlimineerd, wordt nu het bestuur uit de weg geruimd. En dat gebeurde dus ook. Smit was ruim een jaar voorzitter van de club, maar werd ijskoud aan de kant gezet. Dat heeft hem veel pijn gedaan. In een interview met het Algemeen Dagblad vertelt hij nu dat hij wedstrijden van de club niet eens meer bezoekt. Ik voel me niet welkom in het stadion. Ik voel me persona non grata. Jan is nog steeds fan van de club die in zijn hart zit en kijkt wedstrijden nu op televisie. En dat terwijl zijn zoon nog wel gaat. Hij zit nu op mijn plek, al dus de verdrietige Jan die dit niet heeft verdiend. Zoals bekend was het maandenlang chaos op bestuurlijk vlak, terwijl de sportieve prestaties van het team alles er ook niet beter op maken. Voor het eerst in mijn leven ben ik ontslagen. Dat maakt me nederig. Het doet me inzien dat je eigenlijk niet zoveel voorstelt.